We leven momenteel in een hele bijzondere tijd, waarin niets lijkt te zijn wat het is en niets blijft zoals het was. Dagelijks worden we uitgedaagd met prikkels, triggers en bangmakerij. Ik nodig je uit om juist nu dicht bij jezelf te blijven, jouw vibratie te verhogen en te gaan leven vanuit je hart. Welkom bij de Miss Natural Talkshow, waarin ik elke week praat met inspirerende gasten uit binnen- en buitenland, die zelf dit proces hebben doorgemaakt en hun ervaring, wijsheid en kennis delen. Tijdens de live-uitzending kun je vragen stellen door een reactie achter te laten. Ja, leuk dat je zit te kijken en welkom bij de Miss Natural Talkshow, waarin we elkaar helpen om bewust te worden. En dan heb ik het op het gebied van alle gebieden van bewustwording, maar voornamelijk wat er echt gaande is in de wereld. Mijn naam is Eva van Zeeland. Je kijkt naar de Miss Natural Talkshow en vandaag gaan we het hebben over het nieuwe onderwijs. Want ik denk dat heel veel mensen nu hebben ervaren wat het is ook om een thuisonderwijs te geven. En dan niet misschien zoals dat gaat als je dat fulltime zou doen. Maar ja, we hebben er toch allemaal een beetje van geproefd gedurende de tijd dat de kinderen thuis het onderwijs mochten volgen. En dus ik ben heel benieuwd of hoe dat jou bevallen is. Dus praat met ons mee. Laat een reactie achter door jouw verhaal ook te delen of je vragen te stellen. Of ja, laat me weten wat je fijn vond, wat je niet fijn vond. Ik kan ook vertellen hoe ik dat heb ervaren. Want ik vond het best wel een uitdaging om eerlijk te zijn. Zeker als je ja, misschien niet het type bent om iemand geduldig iets uit te kunnen leggen. Dus laat het zeker weten hoe jij dat ziet. Nou, verder wil ik je nog heel even wijzen op de video die ik had gemaakt. 5 redenen waarom mensen de waarheid niet kunnen zien. Die wordt heel erg goed bekeken. Die staat ook op mijn YouTube kanaal. Miss Natural Talkshows is die te vinden daar. Of Miss Natural Lifestyle, daar kun je hem ook vinden. Dus ga die zeker even kijken mocht je die video niet gezien hebben. Die is echt wel goed om even te beseffen dat ja, niet iedereen het ziet. En dat het ook niet de bedoeling is dat we iedereen dan maar proberen wakker te schudden. Ah, waarom zie je het niet? Waarom zie je het niet? Want dat is heel frustrerend voor jezelf. En daar word je helemaal niet gelukkig van. En als je dan inderdaad ziet waarom dat dan is, dan heb je daar ook begrip voor. Want iedereen mag dat hele proces doormaken. Dus daar gaan we het ook over hebben. Ik praat over thuisonderwijs, maar ook zelfs over het starten van je eigen school met Catharina Klein. En Catharina Klein, die denkt niet klein, die denkt juist heel groot. Dus ik ga haar erbij halen, zodat ze met ons kan praten daarover. Ja, hallo, welkom Catharina. Hallo, goedenavond. Yes, leuk dat je in de uitzending bent en ons wil vertellen. Waarom jij ooit thuisonderwijs bent gaan geven en waarom je nu zelfs besluit om heel groot te denken en je eigen school te starten. Want dat is misschien niet iets waar je als klein meisje al over nadacht, om misschien wel schooltje spelen. Nee, dat klopt. Want wat is jouw achtergrond, zeg maar? Want hoe is dat bij jou? Of, ik zit even te denken waar ik zal beginnen, want het is natuurlijk een heleboel willen we weten. Want, dus zit je te kijken, denk je van, nou, ik wil inderdaad ook wat vragen kunnen stellen over dat thuisonderwijs. Zet ze in de reacties. Maar wanneer begon, want hoe oud zijn jouw kinderen? Laten we daarmee beginnen. 11 en 13. Die zijn nu 11 en 13. Ja. En ik had al wel ervaring in het onderwijs. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment ben ik eruit gestapt. Want ik merkte dat het niet meer bij mij paste. Ik was dus echt op zoek naar een andere richting. Dus ik was andere studies gaan doen. Ik heb en wat voor werk deed je in het onderwijs? Ik stond op een basisschool voor de klas. Eigenlijk heb ik alle groepen wel gedaan. Okay. En ik was remedial teacher een tijdje en intern begeleider. En lange tijd had ik het heel erg naar mijn zin. En op een gegeven moment merkte ik dat ik het niet meer naar mijn zin had. Dat het eigenlijk heel sterk ging om de scores van de CITO. Dat die zo hoog mogelijk moesten worden. Dat het eigenlijk dat daar het om draaide. Dat we daar kinderen op voorbereiden. Mm-hmm. Ik merkte dat het mij heel erg tegenstond. Ja. Het sterk mentaal en het heel erg kinderen erbij trekken. Zeg maar, om die scores zo hoog mogelijk te laten zijn. En probeerde je dan op eigen initiatief te tonen? En werd dat dan niet goed? Ja, dat... Ik gaf aan dat dat niet mijn werkwijze was. En uiteindelijk ben ik gestopt. Ik ben Klein, want ik merk dat iemand in de uitzending probeert te komen. En dat is Esther Klein. En dat is, ik begrijp eigenlijk niet waarom dat is. Dus nu klikt ze ook weg. Dus ik vind het raar waarom iemand mijn link heeft om in deze uitzending te komen. Oh, ik dacht dat ik die moest sturen. Zodat zij mij konden kijken. Die link. Zij is mijn...
Oh, zij is mijn schoonzusje. Ah, nee, dat is niet om te kijken. Dat is de andere link. Nee, dat is jouw link. Oké. Oh, dat had ik dus niet door. Dat heb ik dus aan haar doorgestuurd. Want ik dacht, dan kan zij ook live kijken naar de uitzending. Ja, nee, dan moet ze dus via de andere de deellink. Nou snap ik wat er aan de hand is. Ik denk, we hebben een iemand die inbreekt of zo op de lijn. Ah. Dat had ik dan niet goed begrepen. Nee, dus ik denk dat ze het nu wel begrijpt dat waar ze ons kan vinden. Nou, helemaal goed. Sorry dat dat even tussendoor kwam. Maar dus eigen initiatief. Ja, je moet volgens protocollen, denk ik, werken in een schoolsysteem, toch? Ja, toen dat bij mij niet meer aansloot, toen had ik zoiets van, ik ga kijken of ik iets anders kan gaan doen. Wat ga ik dan doen? Ik heb ook een tijdje daarna nog IB'ers gecoacht, een paar jaar. Maar ik merkte dat ik steeds minder feeling had met het onderwijs. Dus ik ging kijken van, oké, wat kan ik dan gaan doen? Ik ben toen een studie gaan doen, natuurvoeding, en daarna een studie energetisch therapeut. En ik was eigenlijk van plan om mijn eigen coachingspraktijk op te zetten. Probeer niet te veel te bewegen, want ik hoor gekraak als je beweegt voor je met het draadje. Dus probeer het draadje niet te veel te bewegen. Oké. Okay. Merk dat hij kraakt. Ja, en toen en die opleidingen. Maar toen, was je zelf door een transformatie ook al aan het gaan? Of, Ja. Ik was zelf ook. Het waren ook echt opleidingen die mijzelf lieten groeien, zeg maar, wat het spirituele stukje betreft. En daar wilde ik graag mensen in. Was dat bij jou dan dat je daar interesse voor kreeg? Zat je misschien, waar liep je? Liep je ergens vast? Of was het een andere live event waardoor je dit ging doen? Ja, ik merkte dat ik heel sterk vanuit mijn hoofd leefde. En ik had eigenlijk, voordat ik kinderen kreeg, genoeg uitdagingen. Altijd de ene studie naar de andere studie die ik leuk vond. Genoeg activiteiten waar ik me echt heel erg happy bij voelde. En genoeg mogelijkheden om te groeien. Maar dat was vooral mentaal. En daar had ik dus, voordat ik kinderen kreeg, was dat helemaal oké. En toen kreeg ik kinderen en was ik wat meer aan huis gebonden. En had ik wat minder waar ik me echt heel erg blij in voelde. Ik vond heel veel studies die ik gedaan heb echt ontzettend gaaf. Dus daar kreeg ik heel veel energie van. En dat had ik minder toen ik kinderen kreeg. Dus toen dacht ik, jeetje, ik loop hier tegen de muren op. Ik moet echt gewoon ook eens gaan voelen. In plaats van dat ik alleen maar met mijn hoofd bezig ben. Dat is wat kinderen letterlijk, hè, want ik zeg dat wel eens tegen de stellen die ik help dan, of de vrouwen die ik help om zwanger te worden. Als je hier in je hoofd gaat, hè, dat zegt een vriendin van mij ook altijd, hier zullen geen kinderen gaan zitten in je hoofd. Hè, die gaan in je buik gaan die groeien. Ja, dus we mogen ook gaan voelen. En toen ik ook zwanger werd van mijn kinderen, je wordt letterlijk in je lichaam getrokken om meer te gaan voelen, toch? Ja, nou, dat gebeurde bij mij ook. Ja. En jouw kinderen die voelden zich ook niet helemaal happy in het systeem. Want daar kwam je dus ook, daar liep je tegenaan dat ze dyslexie of allerlei labeltjes opgeplakt kregen eigenlijk. Omdat ze niet mee konden. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat klopt inderdaad. Nou, de oudste die heeft eigenlijk vanaf het moment dat hij op school kwam tot het moment dat hij van school afging, heeft hij eigenlijk altijd begeleiding gehad. Vanaf het moment dat hij op school kwam. Kreeg die begeleiding in het goed leren praten. En voor zichzelf. Vanaf 4 jaar of zo dus dan? Wat zeg je? Vanaf 4 jaar. Vanaf 4 jaar. En thuis was het helemaal oké, maar in de groep sneeuwde hij een beetje onder. Dus hij was altijd wel verlegen en kwam niet heel erg voor zichzelf op. En vertelde en zei niet heel veel op school. En op het moment dat hij moest leren lezen, kostte dat hem heel veel moeite. Dus hij heeft eigenlijk altijd heel veel extra begeleiding gekregen op school. In groep 5 is hij getest en bleek hij dyslectisch te zijn. Oh. Nou, dat was toen nog waarvan ik ook wist van, er zijn kinderen die hebben moeite met leren lezen en spellen. En er zijn kinderen die daar een stoornis in hebben. Zo dacht ik toen nog. Mm. En nu denk ik van, op het moment dat je moeite hebt met leren lezen en leren spellen, dan denk ik dat je een andere leerstijl hebt. Ja. Yeah. Want dat herken ik dus ook voor, ik heb een tweeling van 10. En we hebben dus nu letterlijk ook het gesprek gehad met de juf. Omdat de een die zit echt boven zijn niveau. Maar de ander die heeft dus inderdaad die moeite met lezen. Ze willen ook zijn dyslexietest nu gaan doen. Maar hij is echt een beelddenker. Hij maakt de geweldigste creaties met Lego en een doos en whatever. Dus inderdaad, hij is zo'n anders denker. En dan krijgt hij nu dus, leertijdverlenging zoals ze dat nu mooi noemen. En zo'n dyslexietest. Maar dat kan dus ook anders, Catharina.
Ja, nou, op het moment dat Nick die dyslexietest kreeg en hij dyslectisch bleek, toen zat ik ook nog heel sterk in die gedachte van oké, dan heb je dus extra ondersteuning nodig. Ja. En dat werd dus op school gegeven, dat werd buitenschool gegeven door het RID, het Instituut voor Dyslexie. Mm-hmm. En het werd thuis gegeven door elke dag 20 minuten te oefenen. Ja. En hij werd daar niet echt gelukkiger door, juist minder gelukkig. Het bleek ook niet dat hij daardoor betere cijfers haalde. Dus hij haalde eigenlijk altijd voor taal en voor rekenen onvoldoende. Mm-hmm. Omdat terwijl hij heel erg zijn best deed. Het was gewoon niet boeiend, denk ik dan, als ik zo... Nee. En ik had zelf het idee van, nou weet je, volgens mij markeert er niks aan zijn verstand, want nee. Dit is een heel creatief kind. En die is heel... Ja, hij kan zo nadenken over alles en met zoveel wijsheid komen. Dus ik dacht zelf van, ja, dat kan niet zijn dat hij echt niet kan leren. Maar hij had gewoon even moeite met dat stukje lezen, spelling en het automatiseren van rekenen. Ja. En nu heb ik me daar meer in verdiept, maar ja, nu zijn we een stukje verder. Mm-hmm. En nu denk ik van, dit kind heeft een visuele leerstijl. Dus op het moment dat hij een ander aanbod krijgt, een aanbod passend bij zijn leerstijl, mm-hmm. dan kan hij dus prima leren. Maar hij heeft die ervaring dus niet. Ik kan dadelijk naar de leraar sturen of lerares sturen van mijn zoon. Om uit te leggen, inderdaad, dat een visuele leerstijl beter zou passen dus. Ja, en dat hebben we dus nu ook uit kunnen proberen. Nou ja, Nick liep dus echt vast in het laatste jaar. Dat had ik dus toen niet meer verwacht. Dan denk ik, nu zijn we in het laatste jaar. Dan zal hij dat jaar ook nog wel overleven. Het was vaak voor hem een hele uitdaging om naar school te moeten. Hij had wel een ontzettend lieve juf en hele leuke kinderen. Dus daar lag het niet aan. Hij ging echt graag naar school voor de kinderen en voor de leuke activiteiten. Als er een sportdag was of er was een viering. Dat soort dingen vond hij echt super gaaf. Toneel, muziek, alles was heel erg leuk. Naast het leren spellen, lezen en rekenen. Maar ja, die vakken waren zo lastig, want hij liep eigenlijk altijd op zijn tenen. En hij kreeg toch altijd onvoldoendes. En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat hij in het laatste jaar met burn-out klachten thuis kwam. Toen ging hij wel in de molen van, weet je, wat is het dan? Wat heeft hij dan nodig? Dus toen is hij wel heel uitgebreid getest door Edu en ik. En toen kwam er een IQ uit van 121 en een leerstijl visueel. En dat wist ik dus ook. Dat heb ik wel aangegeven, maar er waren de methodes nog niet op afgestemd. Dus hij moest het gewoon doen met de verbale uitleg van de juf. En daarna moest hij dus schriftelijk zijn werk doen. En dat is dus waar hij heel erg tegenaan hikt. Ja. Wat hij lastig vond. En nu zie ik... noemen van hoe dan een visuele leerstijl, als je mij nou iets visueel zou moeten uitleggen, dan dat de kijkers dat ook begrijpen, wat het verschil is tussen een visuele leerstijl en... Ja, spelling, dat oefenen we dus met een letterkamer. Dus hij doet zijn ogen dicht en hij heeft dan in zijn hoofd een letterkamer gemaakt. Ja. En op het moment dat hij een woord, dus een spellingswoord dus inoefent, dan schrijft hij dus op die witte muur die hij in zijn hoofd heeft. Mm-hmm. En dan vraag ik dus van zit hij er goed in? Hij schrijft hem eerst al over. Dus hij heeft het woord voor zich op papier, hij schrijft hem over. Hij zet hem goed in zijn letterkamer. En op het moment dat ik dan aangeef, denk je dat die letter of dat woord goed opgeslagen is? En hij zegt ja, dan kan hij hem daarna goed opschrijven. En dan onthoudt hij hem ook. En maar jij kunt natuurlijk niet controleren hoe dat woord in zijn letterkamer eruit ziet. We hebben een inoefenmoment en een moment dat hij een dicté heeft. Ah. En dat dicté moet dan, daarin laat hij dan zien dat hij die woorden dus echt op die manier kan onthouden. Ah. En dat doen we dus dagelijks. Hij krijgt dagelijks zeg maar het ene moment 15 woorden die hij inoefent en het andere moment 15 woorden die hij eventjes weer moet reproduceren. Mm-hmm. En ik merk dat hij eigenlijk in korte tijd heel veel... spellingswoorden waar hij heel veel moeite mee heeft, dat het eigenlijk niet vanzelf gaat. En gaat dan leren lezen ook beter of heb je daar weer een andere methode voor? Nou, lezen ging eigenlijk wel goed, alleen deed hij daar veel langer over. Normaal gesproken dan zit je in groep 6 meestal AVI uit en hij heeft er wat langer over gedaan, maar dat was op de basisschool al oké. Dus het
technisch lezen, dat was voor hem geen probleem meer. Ja, maar het spellen wel en het automatiseren ook. Mensen als kinderen daar wel last van of hinder van ondervinden? Wat zeg je? Heb je daar ook zo'n techniek, zo'n trucje voor, zeg maar, op een andere leermethode voor het lezen? Voor het lezen? Ja, voor het lezen hebben wij gekozen voor zoveel mogelijk boeken die hem interesseren. Ah, en ja. Ook luisterboeken. Dus, okay. Ja, verhalen luisteren. Ja, regelmatig naar de bibliotheek, voorlezen, luisterboeken. En dan ook meelezen, want dat deed ik vroeger heel vaak met van die Disney-boeken. Met zo'n ping en de volgende bladzijde. Met zo'n cassettebandje was het eerst nog. Ja, nou, op dit moment lezen we gewoon bibliotheekboeken. En eigenlijk boeken die te maken hebben met het thema waar ze echt graag iets meer over willen weten. Ja, nee. Maar ik lees nu niet meer, niet meer voor. Die periode heb ik al gehad. Nee, dat begrijp ik. Maar je gaat dadelijk een school starten, dus dan heb je gewoon... Ja, dan wel natuurlijk, ja. Niveau, of van elke leeftijd. En dan, dan wil je ook iets voor 4 jaar kunnen aanbieden. Voor 5 en 6. Dus een beetje daarop. Maar oké, dus je hebt je kinderen op een gegeven moment uit school gehaald. Dus dat ze niet meer regulier onderwijs kregen, toch? Ja, dat klopt. Hoe waren ze toen? Wat zeg je? Welke leeftijd waren ze toen? Ja, toen waren ze 12 en 10. Oh, 12 en 10. Ja, want ze, ja, dus het is nu niet zo heel lang geleden eigenlijk. Hè? Nee. We hebben het schooljaar wel afgemaakt. De ene... Even kijken of je iets met je... Ik weet niet wat je met je draadje... Het kraakt best wel geluid. Even recht. Ook beter? Ja, misschien wel. Dus toen kwam je... Maar hoe maak je zo'n beslissing? En kan je zo makkelijk je kinderen van school halen? Dus dat je... Ja, hoe gaat nee. Het? Nee. Nee, dat is een proces. Voor de oudste was het sowieso was het vallen en opstaan. En was het voor hem altijd wel een uitdaging om naar school te gaan. En toen hij met burn-out klachten thuis kwam... toen hebben wij gezegd... Dit moet echt anders. Ja. Hij had... enorme huilbuien en lag het liefst de hele dag in bed. Oh. Dus dat was voor ons het moment zo van, jeetje, dit past, is geen passend onderwijs meer. Nee. En daarvoor was het al, waren er elke keer al periodes dat het echt niet lekker liep, dat hij slecht in zijn vel zat, dat hij veel huilde dat hij weinig vooruit ging. En dat is eigenlijk de hele schoolperiode wel zo gebleven. Dus ja, dit is een proces. Maar toen hij dus zo in de put zat, dat was voor ons moment van oké, nu gaan we echt stoppen met deze vorm van onderwijs. En dat hebben we... Het eind van het schooljaar gestopt en dan gewoon na de zomer... Nee, het was op het moment dat Nick die burn-out klachten kreeg, toen hebben we hem thuis gehouden. En, ja. En dat was eigenlijk bijna in dezelfde periode als de jongste. Die had een hersenschudding opgelopen en die hersenschudding ging niet over. Tenminste, zo leek het. De jongste is een makkelijke leerder. Die leert eigenlijk heel makkelijk. En de oudste was een kind wat heel sociaal was. En heel erg happy was. Bij alle activiteiten die gedaan werden. En de jongste was heel prikkelgevoelig. Dus die zat eigenlijk niet op de plek op een school. Waarin heel veel bedrijvigheid was. Waarin heel veel verschillende werkvormen. Heel veel verschillende groepen. Dat was een stamgroep en een... niveaugroep en een themagroep. Dus voor hem was die school was eigenlijk van begin af aan in ons beleven toch niet echt de juiste school die passend was bij hem. Maar omdat de juffen altijd wel heel erg rekening hielden met hem en hem heel vaak een rustige plek gunden en momenten dat hij even bij kon komen, ging dat heel lang goed, totdat hij dus een hersenschudding kreeg. En op het moment dat wij, zeg maar, na een aantal weken herstel hem weer terug naar school deden, lukte het hem niet om weer zich te kunnen concentreren. Hij bleef dus heel veel moeite hebben met alle drukte, met alle kinderen die in en uitliepen, met de grote groepen. Ja, dat hoort dus nu ook van mijn kinderen, want ze zijn nu dan weer gestart met school en ze zijn dan in de halve klasse. En ze zeggen, oh mama, ik vind het eigenlijk wel fijn de halve klas. Dat is gewoon de helft minder. Dat is echt een groot verschil.
En ze vonden het ook echt wel fijn om gewoon thuis te kunnen zien. Ja, ik kan me beter concentreren. En ja, ik vind het eigenlijk wel fijn. En ze hadden ook best wel die discipline. En ze zaten mij eerder achter mijn broek van... Mam, de weektaak, mam, de weektaak. Ik zeg, ja, rustig, even koffie. Komt eraan. Ik ga maar even sporten eerst. Dus zit je nu te kijken en heb je ook dat ervaren van... Ja, inderdaad, ja, dat vonden mijn kinderen fijn van die periode dat we thuis waren. Of misschien vond je het zelf ook wel heel fijn om gewoon meer tijd met je kinderen te besteden. Ik hoor dat hier ook heel vaak van mijn man, die zegt ook van ja, je gaat 's ochtends de deur uit, komt 's avonds thuis. Je ziet je kinderen zo weinig. Hè? Dat is ook niet wat we bedoeld hebben om kinderen op de wereld te zetten. Dat je ze eigenlijk alleen maar een uurtje 's ochtends en een uurtje 's avonds ziet. En dan zijn het vaak de papa's als de mama's fulltime werken. Dus dat is denk ik ook best wel een groot verschil. En nu zou ik niet fulltime inderdaad... Ben ik geschikt voor thuisonderwijs, maar ik vind, ja, ik ben altijd wel thuis, omdat ik vanuit huis ook werk. Maar ik vind het heel fijn inderdaad om er voor mijn kinderen te zijn. Ook al ja, ben ik aan het werk op kantoor, je krijgt toch alles mee van ze. En je leert je kinderen gewoon beter kennen, toch? Ik denk dat heel veel mensen dat wel ervaren. Ja, zeker. Ja, en want werkt jouw man fulltime buiten de deur? Of hoe is dat? Ja. Je werkt fulltime buiten de deur, maar nu met de coronavirus werkt hij op zolder. Ah, dus, die maakt op dit moment ook heel veel mee. Ja, en hoe vindt hij het ook allemaal mee? Want mannen die. Ja, doet... leuk. Ja. Dus deze fase is echt wel heel erg leuk. Hij kiest er ook voor om echt momenten overdag met de jongens door te brengen. Dus we lunchen sowieso. Dat is kwaliteit, toch? Ja, dat is zeker waardevol. Ja, dat is ook echt wel onze droom om dat in de toekomst verder uit te breiden. Ja, maar dat is wat we allemaal nu mogen. We hebben er allemaal van geproefd, maar dit is de nieuwe wereld die we samen kunnen creëren. Dus heel veel mensen zeggen, ja, we moeten daar weer terug. Hè? Of nee, we gaan niet meer terug, want het is nieuwe normaal. Maar nee, we mogen letterlijk gewoon gaan fantaseren. En jij hebt dat ook gedaan. Volgens mij was dat 21 mei met de volle of de nieuwe maan. Heb je ook een hele mooie droom gemaakt? Kun je daar iets over vertellen wat jouw droom voor de toekomst is? Ja, ik schrijf met Nieuwe Maan een Nieuwe Maan script. En dit is echt wel de tijd waarin we echt kunnen gaan dromen. Dus mijn wens is wel om een school te creëren voor niet alleen voor mijn eigen twee kinderen. Maar ook voor andere kinderen. En het liefst op een plek in de natuur. Mm-hmm. Waarin wij holistisch kunnen denken. Waarin kinderen vanuit hun hart mogen leren. Dus vanuit hun... zich mogen ontwikkelen en vanuit hun eigen programmering is niet het goede woord, maar nu is de programmering vanuit school en dan zou het zo gaaf zijn op het moment dat kinderen gewoon kunnen voelen van weet je, dit is waar ik plezier aan beleef en dit is wat ik zo graag wil doen. Ja. En wat ik en van daaruit ook kijken van oké, hoe kunnen we dan ook de leeractiviteiten aanbieden zodat het passend is bij de kinderen. Ja. En is dat dan inderdaad gewoon lager onderwijs? Want jouw kinderen zijn natuurlijk dadelijk, moeten ze naar het middelbaar onderwijs? Of gaat dat tot een latere leeftijd door wat je voor ogen hebt? Ja, dat liefst een school van 4 tot 18 jaar. Ja. En dat is ook wel wat we nu aan het onderzoeken zijn. Zo jong, ik weet het van mezelf. Toen ik inderdaad van de middelbare school afkom, dan moet je in één keer beslissen wat je wilt doen. Terwijl je dat eigenlijk nog helemaal niet weet op zo'n jonge leeftijd. Nee. Nee, het liefst wel ook een doorgaande lijn tot 18. En onze oudste die geeft nu aan van, weet je, eigenlijk wil ik gewoon deze vorm van onderwijs, wil ik gewoon blijven volgen. Maar dan wel liefst met klasgenootjes. Dus dat is ook wel onze wens, dat ik wat groter word dan alleen maar twee kinderen thuis. Want dat is niet wat ik voor ogen heb. Nee. Maar wel inderdaad... Een school waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en waarin wij ook een brug willen vormen naar de nieuwe tijd, maar ook naar de maatschappij. Van, weet je, wat zou het gaaf zijn op het moment dat mensen die een vaardigheid hebben of een beroep hebben of een passie hebben, dat die dus binnen onze school dat kunnen laten zien of er iets over kunnen vertellen. Of juist andersom, dat we naar de plek gaan waar de persoon of personen werken of zijn. Dat het echt... dat ze zoveel mogen ervaren, beleven. Ja, en hoe concreet zijn jouw plannen nu? Want je hebt een naam, De Brug, Democratisch Onderwijs is de naam. En welke regio wil je vestigen? Ja, dat is nog niet heel concreet. We zijn met z'n vieren. We doen dit met z'n vieren en we hebben eigenlijk allemaal onze eigen kwaliteiten. Ik zit vanuit het onderwijs. Voor de mensen met wie je samenwerkt, dat we ze ook even in het licht zetten. Of willen ze dat niet? Ja, denk het wel. Wie het zijn bedoel je? Ja.
Nou, Wendy van Penrooy, Saskia First en Natasja Plugge. Vier toppen. Ja, en we gingen ervan uit van, weet je, we kunnen het beste onze school starten in een stad. En dat kregen we ook als advies van de inspectie. Van, weet je, ga naar de stad, dan heb je grotere kans dat je wat meer mensen vindt die ook hetzelfde gedachten goed hebben dan jullie. Mm-hmm. En ondertussen merk ik dat die stad eigenlijk helemaal niet meer past. Niet bij mijn idee van een groene school en zoveel mogelijk buitenleven. In ieder geval, zolang kinderen dat echt heel fijn vinden, zoveel mogelijk buiten zijn. Ja. En dus, regio, we zitten nu nog in Zuid-Holland. En Wendy woont zelfs in Brabant. Dus dat is ook nog wel een uitdaging. Ja, en we wonen ook best uit elkaar. Ja. Dus dat is nog even een uitdaging waar we naartoe gaan. Het liefst een groene omgeving. Ja, en ondertussen heb ik ook een oproep. Wat doen, hè, voor de mensen die zitten kijken? Doe gewoon een oproep. Wat heb je nodig? Ja, het liefst een fijne plek met ruimte, groene ruimte. Een plek waar wij... Een bestaand pand? En dat hoeft niet, het mag wel. Het is, maar je mag het nou zeggen, hè? Ja, dit is niet visualiseren, manifesteren. Precies, hoe zie je het voor je? Als je alles kan. Ik zie voor me een plek waar we een grote keuken hebben. Waar we een atelier hebben. Waar we stilte ruimtes hebben waar ze kinderen, jongeren zich terug kunnen trekken om eventjes mentale dingen te doen. Mm-hmm. Maar ook een ruimte, zeg maar, waar ze kunnen bewegen. Een ruimte waar ze kunnen bouwen. Een ruimte waar ze kunnen timmeren. Het kan ook in het atelier. En een ruimte buiten. Heel veel groen, zeg maar. Ja. Met dieren die ze kunnen knuffelen, die ze kunnen verzorgen. Een groentetuin waarbij ze zelf groenten kunnen kweken. Leuk. Dus, en het past ook heel sterk bij... de ecodorpen die nu opgericht worden. Ja. Ecodorpen Google heb ik gezien op internet. En er zijn nu meerdere projecten die opgestart worden. Dus dat is misschien ook een optie. Dat is wel iets wat echt wel heel erg resoneert. Ja, bij mij. Een voorbeeldschool in Nederland of in het buitenland waarnaar je hebt gekeken, waar je denkt van ja, zo wil ik het. Of geïnspireerd. Ja, Wat betreft de ruimtes vond ik echt Leiden, Make It, echt heel erg gaaf. Een grote keuken, heel veel ruime ruimtes, mm-hmm. waar heel veel aangeboden werd. In Leiden, zeg je? Make It in Leiden is ook een democratische school. Dus die, mm-hmm. ja, dat vond ik tot nu toe nog de school waar ik nog het meeste, zeg maar, enthousiast door werd in wat betreft de ruimtes en het aanbod aan materiaal. Echt wel heel gaaf. Maar er zijn heel veel democratische scholen die allemaal... Hoeveel zijn er nu in Nederland? Heb je daar een idee van? Nee, dat weet ik echt niet. Nee, okay, ik dacht dat het 12, maar het kunnen ondertussen ook veel meer zijn. Ja, en wat is het verschil tussen democratisch onderwijs en vrije school? Ik denk dat democratisch dat het minder vast ligt. Vrije school, daar hebben ze vanuit antroposofische achtergrond... Ja. Wel heel sterk vastliggen wat bij welke leeftijd past, wat het aanbod is per leeftijd. Op het democratische onderwijs wordt dat losgelaten. Kinderen hebben dus hebben echt wel een grote, heel veel ruimte, zeg maar, om hun eigen leerproces te kiezen. En zijn ook gelijkwaardig wat betreft de afspraken die je met elkaar maakt over de regels, de dagelijkse gang van zaken. En zijn ook alle leeftijden door elkaar? Want dat heb ik ook wel eens gehoord. Ja. Dus dan helpen de ouderen, de jongeren ook. Ja. En dat je ook jezelf je dagindeling bepaalt. Of zelfs bepaalt hoe laat je mag komen, hoe laat je mag gaan. Of... Ja, nou, dat is verschillend. Er zijn heel veel scholen die werken met dat je tussen een bepaalde... Tussen half negen en 10 uur of tussen half negen en half 10 binnenkomt. En dat je dan wel met elkaar start. Maar dat is per school verschillend. Ja. Ja, want dat hoor je dus ook, hè, dat zeker als je kinderen pubers worden, dat ze dan te vroeg naar school, dat hele brein dan nog helemaal niet goed functioneert, toch? Dat het helemaal niet prettig is om zo heel vroeg al op school in de schoolbank te zitten. Klopt dat? Nee, het is heel erg gericht op het mentale stuk. En dat is natuurlijk al op de basisschool zo, dat al vanaf groep 3 het mentale stuk al heel veel ruimte inneemt. Ja. En als ik naar mezelf kijk, dan zou ik het liefst dat echt vanuit het kind laten ontstaan, dat mentale stuk. Op het moment dat ze interesse hebben, en dan bied je natuurlijk wel heel veel aan, dan bedoel ik dus
dat je een rijke leeromgeving aanbiedt en dat je ook heel veel voorleest en allerlei hoeken indeelt of inricht waar kinderen enthousiast door raken. Maar dat je vooral het leerproces bij de kinderen laat. Ja, dus je hebt niet iets klassikaals, dat je met een leraar voor de klas staat en we gaan nu inderdaad pak je boekjes, we zijn nu hier. Of... Ja, nee, dat is op een bepaalde leeftijd, kan dat wel. Er zijn scholen die dat helemaal niet doen. Mm-hmm. Ik heb het nu met mijn jongens wel afgesproken. Want weet je, we gaan gewoon elke dag eventjes 1,5 tot 2 uur gaan we eventjes activiteiten doen, zoals rekenen, spelling, lezen, taal, noem maar op. Mm-hmm. En die afspraak die hebben we gemaakt omdat ik ook graag wil, zeg maar, dat als Nick ervoor wil kiezen om toch naar het reguliere onderwijs te gaan, dat hij wel die ruimte heeft. Dat hij gewoon ook de kerndoelen dat hij beheerst. Zover dat hij zeg maar aansluiting heeft. Dus, en dat wordt op heel veel scholen gedaan. Daar zijn denk ik heel veel ouders bang voor. Hè, als je dan inderdaad naar zo'n democratisch onderwijs gaat, dat je geen aansluiting kunt vinden op de hogere scholen of de universiteiten. Maar in de praktijk blijkt dat toch vaak anders, toch? Ja, er zijn heel veel kinderen, jongeren, die weten zo sterk wat ze willen. En heel veel democratische scholen werken met coachingsgesprekken. Dat doe ik nu ook met mijn eigen kinderen. Wat wil je leren in deze periode? En hoe gaan we zorgen dat het aanbod er is, wat passend is? En op het moment dat een kind zegt, een jongere zegt, ik weet wat ik wil gaan doen. Ik wil naar een vervolgopleiding. Ja, wat is daarvoor nodig? En welke leerdoelen, welke kerndoelen moet je daarvoor halen? Ja. En dan is het ook mogelijk om examens te doen op het democratisch onderwijs. En dan is het vaksgewijs. En dat is dus waar ik ook zo blij van word. Want dan denk ik van, weet je, dan kan je nog zo vaak wisselen als je wilt. Je hebt natuurlijk wel basisvakken. Rekenen, of tenminste wiskunde dan. Rekenen, wiskunde, Engels en Nederlands. Mm-hmm. Maar voor de rest is er nog zoveel ruimte om ook wel aan te proeven. En van alles te ervaren en te ontdekken. En uiteindelijk dan te kiezen, oké, ik ga hier examen in doen. Want dit vind ik leuk. Of dit heb ik nodig voor mijn vervolgopleiding. Ja. Ja, super interessant. Kijk, ik doe talkshows ook uit eigen interesse, mensen, dat weten jullie. Maar zit je nu te kijken en denk je van, ja, ik heb ook vragen. Ik zie je Barbara, die is al lekker aan het meepraten. En die zegt ook, zo is het, vanuit intrinsieke motivatie. Geen 5 dagen, hele dagen naar school. En rekening houden met het bioritme, goede start van de dag. Dat is gewoon super. Maar eigenlijk volgens het ritme van de natuur. En nu te kijken, heb je ook een vraag? Stel hem gerust. Ik heb hier een heel mooi klavertje vierkettingje die je van mij krijgt als je een leuke vraag stelt. Is je zo in beeld? Ja, love yourself. Want daar gaat het, hè? Zelfliefde. Daar begint alles mee. Dus ook het onderwijs. Want ik heb ook gewoon ervaren dat ik heb 5 jaar MAVO gedaan. Om het zo maar te zeggen. Daarna ben ik nog een HBO-studie gaan doen. Maar voor mij, ja, ik ben ook inderdaad een creatief mens. En ik had ook het liefst ook op een dansacademie gezeten of meer met tekenen gedaan. En ik zie dat nu dus ook bij mijn kinderen ontstaan. En dan denk je, ja, hoe moet dat? Maar ja, inderdaad niet thuis, maar inderdaad met een groep mensen. Ik geloof wel dat er veel meer nieuwe vormen van onderwijs gaan ontstaan. Maar gaat dat makkelijk het op? Hoe staat de overheid hier tegenover? Moet je echt door heel veel bureaucratie? Nou, dat is me heel erg meegevallen. Eigenlijk zijn we gewoon in het diepe gesprongen. Zo van, weet je, mijn kinderen liepen vast. En uiteindelijk hebben ze nog wel op een hele fijne manier hun schooltijd af kunnen ronden. De juffen, de school heeft daar echt een bijdrage aan geleverd. Dat ze op een fijne manier terug kunnen kijken. Dus ze zijn, nadat ze uitgevallen waren, nog wel naar school geweest. Maar niet heel veel. Zeg maar echt dat wat ze konden. Dat mocht vanaf dat moment. En toen wij dus in september gesprongen zijn. Zo van, oké, we gaan een nieuwe school starten. Want ja, de kinderen lopen vast. Dus we gaan het nu gewoon doen. Toen was het eerst wel even heel heftig. Heel veel werk. Maar daarna, het viel me eigenlijk heel erg mee. Dat ik dacht van, oh, was dit het? Maar het is eerst heel veel werk. Het zijn kwaliteitseisen waar je aan moet voldoen. En het is gewoon misschien even... een paar korte stappen als er ook mensen zitten te kijken. Ja, ik wil dit ook doen. Ik heb ook 3 leuke vriendinnen. Die daarmee... Ja, ze vragen één iemand die een onderwijsachtergrond heeft. Ja, jij dan? Dat was ik dan. En mijn andere 3 collega's. De ene komt uit de kinderopvang. Omdat we dus ook kinderopvang wilden aanbieden.
Mm-hmm. En de andere twee zijn coaches. Okay. Dus het onderwijskundig stukje, dat heb ik op me genomen. De kwaliteitseisen was grotendeels onderwijskundig. Mm-hmm. Maar de missie en de visie en het pestprotocol, dat hebben we dan weer verdeeld, zeg maar. Mm-hmm. En het was een klus om het allemaal uit te zoeken. Maar op het moment dat je een onderwijskundig achtergrond hebt, een onderwijsachtergrond hebt en wat ervaring hebt, dan is het gewoon goed te doen. Ja, en er zijn ondertussen ook zoveel voorbeelden op internet te vinden van allemaal schoolplannen en kwaliteitseisen die uitgewerkt zijn. Dus daar moesten we aan voldoen. Alle kwaliteitseisen moesten oké zijn en die hebben we uitgeschreven. En dat is goedgekeurd. Hey, en idealiter zou je natuurlijk na de zomervakantie je deuren openen van je nieuwe school. Ja, we zijn er ook echt wel aan toe. Zo van, weet je, de volgende stap mag nu echt. Ja, echt, daar gaan we nu echt. Dus universum, de best geschikte locatie voor de brug, die mag zich aandienen. Jullie zitten Zuid-Holland, maar ja, richting Brabant kan ook. Dus de exacte locatie is nog niet bekend, want dat vraagt Barbara ook nog even waar ze school. Nee, ondertussen heb ik ook met mijn man overlegd van, weet je, als wij een hele gave locatie vinden en we moeten daarvoor verhuizen, dan doen we dat. Dus ja. School aan huis. We zitten niet vast. Aan huis. We zitten dit is we zitten niet vast aan Boskoop. Wat? We zitten niet meer vast aan Boskoop, aan Zuid-Holland. We gaan gewoon kijken van, weet je, wat is een gave locatie? Ja. En waar kunnen we onze dromen verwezenlijken? Precies. Nou, ik ben heel erg van ook tekenen. Ja, dat is creatief natuurlijk. Maar heb je het wel eens getekend, die school? Gewoon een heel groot vel pakken en gewoon gaan tekenen. Nee, ik knip en plak wel veel. Ik maak collages. Mijn heeft een cursus teken je toekomst. En je hoeft helemaal niet goed te kunnen tekenen, maar... Dan teken je gewoon, ik heb dat ook hier met het huis gedaan toen we gingen verhuizen. En dan teken je al die ruimtes die je wilt en schrijf er gewoon bij en tekent gewoon een beetje, gewoon zo'n kindertekening wordt dat. Het is heel leuk, dus kun je ook samen met je kinderen doen, zo'n tekening maken. Ja, maar ik heb wel me aangemeld bij de tekenchallenge, dus ik ga me daar eventjes in verdiepen. Van Chantal. Toevallig. Ja, ik merk zelf dat ik heel visueel ben ingesteld, maar niet heel handig ben in het maken van tekeningen. Ja. Terwijl mijn kinderen dus alle twee heel erg beeldend zijn en er echt baat bij hebben op het moment dat ik dingen in plaats van met woorden in beelden visueel kan maken, zeg maar. Ja. Dus ik had al bedacht dat ik me daar wat meer in moet specialiseren. Ze leert heel simpel. Specialiseren. Hoe teken je emoties en ik vind het echt superleuk. Dus ik doe dat ook heel vaak om gewoon iets inderdaad duidelijk te maken. En ook gewoon leuk met de kinderen en gewoon tekeningen maken. Of een avondje met vrienden zitten we hier aan tafel met een biertje en een wijntje en een tekenblok. Een soort Pictionary. Nou, superleuk. Ik zie hier nog een vraag. Ik ben benieuwd hoe het contact is tussen kinderen onderling als ze bijvoorbeeld thuis onderwijs hebben en andere kinderen op school zitten. Hoe zit dat met vriendjes maken? Kun je daar wat over vertellen, Catharina? Hoe dat was bij jullie in die tijd? Ja, ik merkte dat de oudste heel veel... dat hij het echt wel miste. Mm-hmm. Heel veel moeite had, zeg maar wel, met dat die dat stukje miste. En de jongste vond het heerlijk. En de oudste, daar heb ik afspraken mee gemaakt. Van, weet je, wat is er mogelijk? Hij heeft nog steeds contact met vriendjes van de oude school. En hij is natuurlijk 13. Normaal gesproken zou hij al van school... van school zijn en naar het middelbare onderwijs zijn. En wij hebben ervoor gekozen om nog een jaar, zeg maar, bij mij op school, op de basisschool te laten. Omdat hij in het achtste jaar zoveel gemist had. Dat betekent dus dat hij heel veel via de WhatsApp afspreekt. Van, hey, zullen we afspreken? En dat er op het moment dat wij activiteiten doen, binnen school, voor de corona, gingen wij wekelijks naar een museum. En op het moment dat een vriendje mee kon, dan ging die mee. En dan zei ik dus ook van, nu mag je onderwijs volgen op het democratisch onderwijs vandaag. En we gingen met korting naar binnen. Dus dan, dan hoorde dat vriendje er gewoon bij en dat was gewoon helemaal oké. Ja. Dus voor de oudsten hebben we dus een vorm gevonden waarbij dus, waarbij we gewoon echt elke week wel kijken van, weet je, wat is er mogelijk? Ja. Maar de oudste die mist wel, zeg maar, die sociale contacten. En de jongste heeft dat minder. Maar als er een vriendje meegaat, is dat wel weer... merk ik wel weer dat dat heel erg leuk is. Ja, tuurlijk. Ja. Dus het is ook echt wel onze wens om een school te hebben... waar gewoon heel veel kinderen zijn die
die elkaar kunnen uitkiezen op het moment dat ze dat fijn vinden. Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook een voordeel als je inderdaad die klassen door elkaar hebt. Of die leeftijden door elkaar. Dus ja, dat je gewoon samen bent. Want sommige kinderen, ja, die spelen juist ook graag met wat ouderen of juist met jongere kinderen. En hier ook nu de scholen weer begonnen zijn. Ik sprak een paar kinderen in de speeltuin. Waar je officieel in België ook niet eens mag komen in de speeltuin. Achterlijk. Maar die, ik zei, hoe was het op school? Ja, we zitten in onze bubbel. Ik zei, bubbel? Ja, we moeten in onze bubbel blijven. We mogen niet meer met andere kindjes van andere klassen spelen. En denken, oh... Ja. Echt. Oh, of in een cirkel, hè? In het park, of in een vakje, of in een... Maar dit, nee, dit willen we niet. Nee, absoluut niet. En het nieuwe normaal is inderdaad dat we meer in verbinding zijn. En inderdaad dat democratisch, dat zie ik echt. En vanuit het hart. Vanuit het hart, ja, niet het hoofd. En holistisch. We doen niet aan de anderhalve meter samenleving, want dat past niet bij... Ja, dat vraagt Kato ook. Dat gaat daar ook. Dat, een holistische levensovertuiging. Hoe verwoord je dat precies? Kun je daar... Ja, waar, jij dat? Waar ik dan aan denk is dat het aanbod bij ons op school, dat dat niet alleen het mentale stukje is, mm-hmm. maar dat je ook dat er heel veel ruimte is voor het fysieke, voor het bewegen, voor met je handen in de grond, in de aarde, ontdekken. Dus het fysieke, maar ook heel veel ruimte voor het emotionele stuk. Ja. Dat het er mag zijn. Dus alle emoties, dat daar ruimte voor is. En daarnaast ook het spirituele stuk. En als we klein zijn, jong zijn, dan denk ik dat het zich vertaalt in waar word je blij van? Hmm. Waar beleef je plezier aan? En op het moment dat we wat ouder zijn, dan is het misschien wel duidelijk van, weet je, dit is mijn zielspad. Ouderen, of jongeren bedoel ik dan, kunnen oudere kinderen... kunnen soms wel heel duidelijk aangeven, weet je, dit is wat ik graag wil. Ja, die bij mij ook. En dan kan je daar heel erg bij aansluiten. Dus ja. Dat bedoel ik met holistisch. Ja. Dat je echt wel kijkt, niet alleen naar het mentale stuk, wat is er nodig, maar echt, wat heeft dit kind, deze jongere nodig om zijn zielspad te kunnen volgen. Ja. Ja, ook nog een mooi voorbeeld van mijn zoon was, net was een paar ook thuis. Ik zei, nou, wat wil je doen? En dan zegt hij ook, hij vindt Lego helemaal geweldig, hè? Ik zou bij Lego werken, zou je dat dan niet willen? Hoofdkantoren, Lego, oh, kan dat? Ik zei, natuurlijk kan dat. En hij miste een aantal seizoenen van Lego Next Night op Netflix. Ik zeg, nou, dan sturen we toch een brief naar Netflix en naar Lego. Dan sturen we er een naar Netflix en naar Lego. Oh ja, wat ga ik dan schrijven? Dus hij pakte pen en papier en gewoon handgeschreven brief ging hij maken. Ik zei, ja, misschien moet je er ook een foto bij doen met wat je maakt en wat je dan precies wil. En uiteraard je naam erbij. En toen heb ik echt gewoon hoofdkantooradres opgezocht, envelop, postzegel. En hij komt op een gegeven moment naar me toe. Hij wees ook naar zijn, ik ben echt zo blij. Ik ben echt heel enthousiast. Hij was gewoon helemaal gelukkig, gewoon werd hij daarvan. Gewoon dat hij dat mocht doen. En dus ja, zo zie ik me dat voor bij zo'n democratisch onderwijs. Dat je dat soort, ja, gewoon dingen, alles kan toch? Als je dat soort mogelijkheden... En daardoor ging zijn wereld ook zo ver open. En nu zegt hij ook wel eens, hij zegt heel vaak trouwens, ik verveel me. Zelfs als we aan het eten zijn of als je gaat slapen. Ik zeg, ja, wat zou je dan willen? Ja, alle Lego van de wereld. Ik zeg, nou, dan ga je er toch over dromen, dat je alle Lego van de wereld hebt. Nou, en dan kan je alles bouwen wat je wil. Ga je in de wereld... Ja, dus ik probeer altijd inderdaad in mogelijkheden te denken. En dus die visie te verbreden. Dat vind ik ook superleuk. Maar niet voor mij om dat helemaal thuis dan te doen. Dus inderdaad, ik hoop dat er meer initiatieven gaan opstaan. Ook in de buurt waar mijn kinderen zitten. Zodat ze inderdaad die linker en die rechter hersenhelft gestimuleerd krijgen. En inderdaad die vier lichamen. De ziel, het emotionele lichaam en het fysieke lichaam. Want ja, dat hele bewegen vinden kinderen toch ook veel leuker. En ik las een tijdje terug een artikel waarin gezegd werd dat leerstoornissen of leesstoornissen zoals dyslexie, dat helemaal niet bestaat. Dat gewoon, ja, dat op dat moment zeg maar de rechter hersenhelft oplicht. En dat is dus niet omdat ze een leerstoornis hebben of een leesstoornis hebben, maar omdat ze op een andere manier leren, waarbij die rechter hersenhelft ingeschakeld wordt. Waarbij ze dus vaak leren middels beelden of gevoel of... ruimtelijke inzicht. Dus zeg maar die rechter hersenhelft. En dat is juist een enorme, denk ik, dat is juist heel gaaf dat die zo ontwikkeld is. Want dat biedt zoveel mogelijkheden. Op het moment dat kinderen middels die rechter hersenhelft leren, dan is dat best, ja, in mijn beleving heel rijk. Ja, maar dit is niet alleen maar lezen. We zitten in een grote programmering. Want jij kwam er ook achter. Hè? Jij schreef ook, hè, dat je de Matrix doorzag. Kun je iets daarover vertellen?
Nou ja, op het moment dat wij aangaven, dit gaat niet meer, naar school toe, toen, toen kregen wij een brief van de leerplichtambtenaar, maar ook de school, die voelde zich ook als een kat in de nauw. Dus we werden binnen 2 dagen moesten wij op school verschijnen tegenover het hele team en de leerplichtambtenaar. En toen had ik zoiets van, oh, wat is dit? Tot nu toe konden we altijd heel goed met de school door één deur. Maar ik had zoiets van, wat gebeurt hier? Ja. Ik had eigenlijk alle stappen altijd gecommuniceerd. En ook de leerplichtambtenaar steeds op de hoogte gehouden van waar we tegenaan liepen met de oudste. Dus ik had dit niet verwacht. Ik ben er ook niet in meegegaan. Ik denk van, ja, dit wil ik niet. En toen hebben we gekeken, wat is er mogelijk? En toen kregen wij een onderwijsconsulent toegewezen. En vanaf dat moment is het heel goed gegaan. Dus die onderwijsconsulent die nam eigenlijk steeds het woord. En die zei, weet je, we gaan niet met z'n allen om de tafel nu. Dat is niet het juiste moment. We gaan alleen even met de directeur en met de juf om tafel. En we gaan kijken wat er mogelijk is. En op dat moment ging het heel goed. Maar de leerplichtambtenaar, daar heb ik eigenlijk nog wel heel veel brieven van gehad. En ik merkte gewoon dat als zij dus weer in mijn postbak zat, dan had ik echt een angst in mijn keel. Want dan denk ik van ja, dat stond er elke keer hetzelfde in. Dat wat haar betreft helemaal niet nodig was dat de kinderen niet op school zaten. Ja. En dat ze gewoon op school hoorden. En dat er dan weer een gesprek moest plaatsvinden tussen haar en mijn man en ik dan. En dat we dan op een bepaald tijdstip op het bij haar dan werden verwacht. Ja, het stadhuis. Ja, net als het RIVM met die brieven voor de... Ik vond het enorm indoctrinerend. Maar ik weet ondertussen dat er ook andere leerplichtambtenaren zijn. Maar dit was nog eentje van de oude stempel. Dus ik vond het enorm indoctrinerend. En ik heb dat ook naar haar toe op een nette manier duidelijk gemaakt. En toen zei ze van, ja, weet je, ik volg gewoon de wet. En die jongens zijn leerplichtig en ze horen gewoon thuis. En jullie houden ze thuis. En ik zie niet in dat jullie ze thuis moeten houden. Maar ze hebben helemaal geen recht om thuis te zijn. Ja, het is leerrecht, toch? Niet leerplicht zou het mogen zijn, toch? Of hoe noemde jij het? Ja, nou ja, ik had een webinar gevolgd bij Loes Rusink en bij Loes en Frank. En die zei van, weet je, het is op een gegeven moment... Wij mogen ook met z'n allen die energie gaan voelen dat het niet leerplicht is, maar leerrecht. Ja. En ik merkte dus ook, toen ik dat spel op een gegeven moment door had op school, dat ik dus ook daarin kon gaan staan, in dat leerrecht. Dat ik dacht van, oké, wat hebben onze jongens nodig? En hoe gaan we dit dan doen? En dat ik echt wel op een hele fijne manier, daardoor ook met de directeur van de school en met de juffen die betrof, dat ik goede afspraken kon maken. En die leerplichtambtenaar, daar probeerde ik ook zo goed mogelijk om dan wel vanuit een energie van, weet je, we gaan dit met z'n allen oplossen. Vanuit die energie haar dan een brief schrijven in plaats van de energie van, help, daar is ze weer. Angst en beven en... Maar ja, dan moest ik eerst wel even stappen terug doen. Ja. En dan weer even bij mezelf voelen, oké. Gebeurt hier, ja. Wat is hier in een bijdrage? En dan ging het wel weer oké. Dus ik heb echt wel gevoeld, ook op de momenten dat het niet goed ging, ook met de school zijn er wel momenten geweest dat ik niet echt duidelijk, zeg maar, in die energie stond van leerrecht. En maar meer nog een stukje angst had van, oh jeetje, maar straks... lukt het me niet. Maar op het moment dat ik in die energie ging staan, toen ging dat ook goed. En mijn man ging ook achter mij staan. Die liet mij wel het woord doen, omdat die had zoiets van, ja, jij bent degene die onderwijservaring heeft, dus doe jij het woord maar. Maar er zal voelden... wel wat spanning geweest zijn. Ik bedoel, ik heb zelf ook een man. Ik ben ook een pittige tante. Als hij iets wil, dan... hoe ging dat bij jullie? Heeft hij inderdaad... Want jij zegt, hij ging achter me staan. Dat heeft hij dan niet altijd dan misschien gedaan. Ja, die vond lange tijd dat die jongens ook gewoon naar school moesten. En dat ze daar gewoon hoorden. Ja, hoe ga je daarmee op? Wat is die mening? Ja, het was ook een proces waar wij in ons gezin door moesten. Want ik had eigenlijk al veel eerder de stekker eruit willen trekken. Precies. En dat... Maar dat was niet het moment waarop ook mijn man de stekker eruit wil trekken. Dus ik had zoiets van, oké, we doen het samen. Als het dan... Ja, dat is dan... Dan duurt het wat langer. Want ik zie, er zitten nu ook een heleboel vrouwen te kijken. Maar die zitten dadelijk ook van, Henk of Frans, nee. We gaan de stekker eruit trekken. Ja, maar ho. Hoe kun je dat een beetje brengen? Want je moet daar samen dan dat gevoel krijgen.
ja, op een gegeven moment was het gewoon zo duidelijk dat die oudste er helemaal doorheen zat. Ja. Die kon, ja, dat is wel die kon alleen maar huilen. Ja. Die kon ook niet meer naar school. Die lag in zijn bed waar die lag. Ja, maar dat scenario... En die jongste ja, was eigenlijk al een jaar was dat problematisch. Ja. En die was ook al aangemeld bij Curium omdat ze dacht aan een leerstoornis. Of nee, ik bedoel een persoonlijkheidsstoornis. Oh. En dat spel hebben we ook gewoon meegespeeld. Wel dan. Ja, ik wist dat er niks aan de hand was. Ik denk op het moment dat hij in een rustige omgeving kan leren, heeft hij geen hoofdpijn. Ja. Maar op school had hij wel hoofdpijn. Dus er zat een stukje ja, bij hem wat gewoon niet passend was. Die hele omgeving van school was niet meer passend. Ja. Maar waar denk ik de grootste angst zit voor mensen om deze stap niet te nemen? En als ik zelf even mag nadenken, ik denk dat de angst ook is dat je denkt van ja, ik heb geen aansluiting op vervolgonderwijs. Van nee, ja, er komt niks van mij terecht. Hè. Dat, denk je dat dat ook een, dat is denk ik een angst. Thuisonderwijs, ja, kan ik dat wel? Ik denk dat heel veel mensen erachter zijn gekomen. Ja, nou, dat kan ik eigenlijk wel. Het dus even weer ophalen van vroeger, hoe zat het ook alweer? Maar ja, nee, ik kan dat eigenlijk best wel. En er zijn natuurlijk een heleboel bronnen waar je heen kan. Heb je misschien nog tips waar mensen heen kunnen voor thuisonderwijs? Waar maak jij zelf gebruik van? Ja, ik heb gekeken naar verschillende methodes. Ik kende natuurlijk ook methodes. En ik heb ook wel geïnformeerd bij scholen. Mm-hmm. Wat gebruiken jullie? En op het moment dat ik op democratische scholen was, ook even gekeken wat wordt er gebruikt. En eigenlijk heel veel genetwerkt van mensen in de omgeving die onderwijs praten. Met de kijkers nu heen kunnen gaan, zijn er Facebookgroepen of websites die je kunt noemen waar mensen heen kunnen voor thuisonderwijs tips? Nee, ik weet dat er wel een Facebookgroep is voor thuisonderwijs, maar dat is volgens mij alleen voor thuisonderwijs op het moment dat je ervoor kiest voor het vierde jaar al. Dus... Dat weet ik even niet. Maar wat ik heb heel veel. Belangrijk voor het vierde jaar, want dan ben je nog niet met die leerplicht, bedoel je dan? Ja, op het moment dat de ouders aangeven dat er geen school in de buurt is die passend is met betrekking tot religie is het dan niet, maar wel levensstijl, levensovertuiging. Ja. Dan kunnen ouders al aanvragen van een aanvraag indienen voor thuisonderwijs. Maar dat stuk, daar weet ik te weinig van af, omdat ik dat zelf niet heb gedaan. Nee, ja, andere situatie. Ja, ik heb zelf gewoon heel veel democratische scholen bezocht en daar contact mee gelegd, omdat dat de vorm was waar wij voor hebben gekozen. Ja. En toen kreeg ik heel veel informatie. En, En je hebt ook een boek, hè? Heb je dat boek ook gelezen? Ik heb laatst het e-book daarvan gekregen. Ik ben even de naam kwijt, maar toen ik informatie ging opvragen bij de democratische school in Eindhoven of Veldhoven... Iederwijs? Huh? De boek over Iederwijs of de Sudbury School? Ja, volgens mij ja, dat... Die jongen die dan gaat vissen en dan... De Sudbury School. Ja, er zijn verschillende boeken. Ah, oké. Okay. Ja, dus die zal ik anders onder deze video ook nog wel even delen. Dat boek is misschien ook wel leuk om... net ter voorbereiding, ook voor je partner. Als je denkt, nou ja, waarom zouden we het wel of niet doen? Ja, dat je erin verdiept. Het is net hetzelfde als met vaccineren. Vaak is de een zich daarin aan het verdiepen. Van wel of niet doen. En de ander, ja, je moet dat toch samen beslissen. Want ja, je hebt samen... kinderen, en je wil het beste voor je kinderen, maar dat moet je toch samen doen. En ook met je kinderen als ze oud genoeg zijn natuurlijk, hè? Want jullie hebben dat ook in overleg met jullie kinderen gedaan, omdat ze oud genoeg zijn. Ja, zij hadden er zelf een keuze in, maar ze waren er heel snel uit en ze zijn nog steeds, willen ze deze vorm van onderwijs graag houden. Ja, ja, en ik zie hier Kata reageert nog, ik was erg angstig dat ik het niet aan zou kunnen, maar ik ga eerlijk zeggen, apps en tablets vind ik zeer slechte methode voor mijn kids. Ze onthouden echt niet. Schrijven is zo erg belangrijk, vind ik, om wat je leert ook nog zelf te onthouden. Ja, hè, wie schrijft, die blijft. Dus als je het inderdaad zelf opschrijft. En dat is, en when you teach, you master. Dat is natuurlijk ook weer zo, als je het dan ook nog aan iemand anders weer uitlegt, dan weer hangen. Hè, dat is natuurlijk ook een leuke methode, hè, dat je het eerst zelf leert en dan aan je vriendje nog eens uitlegt. Lijkt mij zo. Nou, interessant allemaal. Ik hoop dat iedereen die hebben zitten kijken het ook boeiend vinden en vonden. En dat ze ook zoiets hebben van, ja, ik ga dat ook eens onderzoeken. Of na deze... Er is heel veel mogelijk. Dus, denk ik mogelijkheden. Ik zou het echt gaaf vinden. Want ondertussen heb ik ook een aantal keer met andere mensen zeg maar een museum bezocht die ook thuisonderwijs geven. En dat lijkt me echt ontzettend gaaf als er heel veel van dit soort initiatieven ontstaan. Dat je ook samen dingen kan ondernemen, samen dat zag ik van elkaar kan leren. Ja, dat zag ik van thuisonderwijs, dat die juist ook met elkaar dus weer afspreken. He, dus als je dat regionaal elkaar verbindt, dat kan wel in een WhatsApp groep of een Telegram groep of op Facebook. En dat je dan inderdaad zegt, nou, we spreken af in dat park of in dat bos om elkaar te ontmoeten. Of we gaan een leuke dag. Ja. Ja,
Ja. Zeker. Dus, nou, nog een locatie voor jou die mag zich manifesteren ergens in het land. En je hebt al genoemd hoe het eruit mocht zien. Dus mochten mensen iets weten, dan weten ze jou ook wel te vinden, anders via mij. Op Facebook, ja. Dat is altijd mogelijk. Ja, nou, helemaal goed. Heb je nog een laatste tip, toevoeging? Nog een wens? Nou, het enige wat me te binnen schiet is dat ik een collegaatje heb van de studie energetisch therapeut. En dat zij een ruimte heeft gehuurd in een oud pand. In Eindhoven zit een pand waar eerst Philips in heeft gezeten. Ja. En daar zitten dus nu allemaal creatievelingen, ZZP'ers. Er is een grote kantine, soort restaurantje hebben gemaakt. En ik merk dat ik daar zo blij van word als ik dat soort initiatieven zie. En dat ik ook voor me zie dat als wij straks een middelbare school open creëren, dat als we daar dan zeg maar een ruimte kunnen huren en dat we de jongeren in contact kunnen brengen met al die creatievelingen, zodat ze dus dat wat ze willen leren ook kunnen leren. Ja. Dat is het enige wat ik nog even kon bedenken. Van. Dat is ook echt van mij. Ja, zeker. En dan heb je meteen ook een soort van doorstroom ook naar het mbo-onderwijs als ze creatief dan zijn. Ja, volgens mij bedoel je dat bij Piet Hein Eek ook. Daar heb je ook er zijn heel veel oude Philips-fabrieken inderdaad met nieuwe bestemmingen getransformeerd. Het leeft gewoon aan alle kanten. Ik denk dat dat echt iets is voor de nieuwe tijd. Dat we op die manier met elkaar ons mogen verbinden en elkaar mogen helpen in alle dingen. Nou, helemaal goed. Hou je mij op de hoogte als de deuren open gaan. Dat vind ik wel heel leuk. Kom ik zeker even kijken. En kunnen we er misschien wel even een leuke video van maken, van even een verslagje doen. Nou, dat vind ik superleuk, ja. Ja, want kijk, hier heb ik een mooi testbeeld. Ken je deze nog? Vroeger, hè, als er dan geen uitzending was op televisie, dan zag je deze. Die kennen we de meeste mensen niet meer. Maar dat is een beetje de kant waar we ook op gaan. Wij zijn het nieuws, wij maken zelf televisie tegenwoordig. Dus dat gaan we gewoon vaker doen. Nou, dankjewel voor het delen van jouw inspirerende verhaal. Ik hoop dat mensen er iets aan hebben gehad. En ik zie jou misschien dan inderdaad bij De Brug. Hè? Zo heet het, De Brug. Ja, De Brug. De Brug naar de nieuwe tijd. Dus, de nieuwe tijd, ja. Dat past nu. Nou, dank heel erg bedankt. Fijne avond. Doei doei. Okay. Doei doei. Ja, en jullie ook bedankt voor het kijken. Ik ga jullie nog even achterlaten met mijn outro. En ga ook zeker even kijken naar die video. De 5 redenen waarom mensen de waarheid niet kunnen zien. En ik zie je leuk graag dat je hebt gekeken. Een mooie nieuwe wereld maken wij samen. Als iets in ons gesprek jou geraakt heeft, laat het dan zeker weten in een reactie en deel deze video, zodat we samen kunnen groeien naar een hoger bewustzijn. Bekijk eerdere uitzendingen van de Miss Natural Talkshow op missnatural.nl/talkshow of het Miss Natural YouTube kanaal. Goed om te weten, alle uitzendingen verschijnen ook als podcast op Spotify en SoundCloud. Houd je vibratie hoog en graag tot de volgende uitzending.